Wow, what the hell? Ik snap nu waarom mensen op Instagram dit soort filmpjes maken. Het voelt zo chill. Oh, zoveel stof. Kom op jongens. Oh, ik heb het gevonden. Yo guys, Joep hier, aka de Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag jongens en meisjes heb ik iets heel erg speciaals voor jullie. En ik moet zeggen dat ik hier een hele hoop zin in heb. Maar voordat we met deze video gaan beginnen, doe een like op deze video binnen 5 seconden voor extra geluk in je leven. En abonneer binnen 10 seconden op mijn YouTube kanaal als jij geen normale baas bent, maar als jij een opperbaas bent. Vandaag jongens en meisjes heb ik iets super tofs voor jullie gekocht in de stad. Iets wat jullie misschien wel kennen van het welbekende social media platform Instagram. Er is namelijk iets op Instagram wat ongelooflijk veel te zien is daar. En dat is iets wat ook best wel satisfying genoemd wordt. Ik heb het namelijk over slime. Oh my god, ik heb vele verschillende soorten. Hier heb ik bijvoorbeeld zwart, maar ik heb ook blauw of bijvoorbeeld geel, wat ook een hele mooie kleur is, maar wat ook heel mooi is, dat is roze. Ik vind roze een hele mooie kleur, maar ook wit en groen, maar natuurlijk ook paars. Yay, ik heb zelfs paars gekocht. Dit zijn dus allemaal verschillende soorten kleuren slime. En ik wil gewoon eens even gaan kijken of dit een beetje leuk is om mee te spelen. En of wij hier misschien dingen van kunnen maken. Ik zie namelijk op Instagram altijd mensen met van dit soort slime dingetjes spelen. Ik zie ze er dingen van maken. Ik zie ze er dingen van kneden. Ik zie ze er gewoon in porren. Omdat dat schijnbaar heel erg satisfying is. En dat gaan wij vandaag ook doen. Ongelooflijk nice. Dus ik zou zeggen, ga mee naar mijn keuken. Dat was echt heel raar. Let's go. Oké, jongens en meisjes. Zoals jullie kunnen zien heb ik allerlei verschillende soorten kleuren slijm hier liggen. Geen idee wat die oortjes hier doen. Laten we gewoon beginnen met de kleur roze en kijken hoe dat nou eigenlijk voelt en is. Oké, jongens. Ik maak hem open. Is dit nou... Het voelt zo raar. Wacht, ik ga denk ik mijn microfoon hierbij gebruiken. Dan horen jullie het extra goed. Oké, jongens en meisjes. Zoals jullie kunnen zien heb ik mijn microfoon erbij gepakt en hoor dit geluid. Dit voelt zo raar. Dit is gewoon echt slijm. Het voelt zelfs een beetje als lijm. Dit voelt op zoveel verschillende soorten manieren gewoon freaking weird, man. Hoor dat geluid. Zou ik ook echt iets van kunnen maken, zoals een balletje of zo? Ja, ik heb een balletje gemaakt en nu ga ik erin drukken. Dit voelt zo raar. Oh my god, kijk hoe lekker. Oké, jongens, ik heb mijn microfoon geluid zo hard mogelijk gezet. Jullie gaan dit goed horen, let's go. Zullen we gewoon twee kleuren met elkaar gaan mixen? Gewoon voor de YOLO. Wow, what the hell? Oh, dit voelt zo chill. Dit voelt zo chill. Wow. Als we op deze video super veel likes halen. Maar echt super veel. Eigenlijk de allergrootste slijmbal ooit maken. Door 100 van dit soort potjes te kopen. 100. Dus like de video en abonneer. Oh, dit ziet er zo gek uit. Oké, 3, 2, 1. Wow, what the hell? 3, 2, 1. Oké, daar gaan we jongens. 3, 2, 1. Holy moly, Raffaioli. Dit ziet er zo sick uit. Zombie slime. Zo glimmend. YOLO. Ik snap nu waarom mensen op Instagram dit soort filmpjes maken. Het voelt zo chill. Oké, deze gaan we er ook gewoon bij doen. Dit is sick. En 3, 2, 1. Oh man. Oh my god, het zit allemaal aan de deksel. Deze voelt zo raar vergeleken met de andere. Deze voelt echt als een slijmbal gewoon uit Minecraft of zo. Oké, we gaan hem eraan toevoegen, jongens. Dit voelt zo chill. Oké, let op jongens, we gaan één grote bal hiervan maken. Kijk dit is toch sick. Oké, groen en blauw tegelijk. Oh my god, dit ziet er zo vet uit. Kijk het glimmen. Oké, eerst blauw, nu groen. Doen het bij elkaar.
Wow! 3, 2, 1. Oh my god. 3, 2, 1. Oh my god. Dit ziet er zo sick, maar tegelijkertijd smerig uit. Wow. Hoor dat geluid. Dit is zo chill om te doen. Ik snap nu waarom mensen op Instagram dit de hele tijd doen. Wow. Wow. Nevertheless jongens en meisjes, zoals ik jullie dus heb verteld, wil ik bij heel veel blauwe duimpjes omhoog op deze video 100 van dit soort potjes gaan halen, allerlei verschillende soorten kleuren, en dan wil ik de allergrootste bal ooit maken. Oh my god, dit is sick. Oké jongens, zoals jullie kunnen zien heb ik nog wat gekocht in de winkel. En dit leek me ook super vet om even in deze video te laten zien. Dit is namelijk een crawling creatures. Iets van een, ja, iets wat je uit moet minen, zeg maar. Alsof het freaking Minecraft is. En het leek leuk om dit ook even in de video te laten zien. Dus doe een dikke vette like voor meer unboxing video's. En dus als jullie willen dat ik met 100 van die potjes een nog grotere slimebal ga maken. Het is voor de tuber en laten wij hem gaan uitpakken. Ik doe het anders wel gewoon op deze manier. Zoals jullie kunnen zien jongens en meisjes, hebben wij dit gekregen. En dit is een soort van kever, soort van beeldje van een kever, waar allemaal skeletjes in kunnen zitten. En die moeten wij eruit minen. Je hoort het inderdaad goed. Met deze drie dingen. We hebben een vergrootglas gekregen. We hebben een mine stoffer gekregen, waardoor we een beetje het stof kunnen weghalen. En we hebben zo'n dingetje gekregen waar we dus mee moeten hakken. Dus laten we gaan beginnen. Ik ga deze even snel uitpakken. Dat is namelijk het eerste wat we even moeten doen. En deze moeten we dus nu als het ware open minen. Oké, jongens, laten we gewoon beginnen. Let's go. Dit is geloof ik echt niet te doen. Ik ben echt aan het hakken als een motherfucker, maar er gebeurt gewoon niks. Oké, jongens, misschien moeten we met zwaarder geschut komen. Oké, wat gaat erin zitten? Ik ben benieuwd. Wat gaat erin zitten, jongens? Oké, nu kan ik de stoffer gebruiken om het een beetje weg te halen. Oké, dat werkt goed, dat werkt goed. Kan ik hem gewoon breken? Nee, dat kan niet. Eigenlijk hoort het dus oorspronkelijk zeg maar zo, dat je dit dingetje gebruikt en dan doe je dit. Dus we gaan het met een schaar doen. Nou jongens, er zit gewoon niet heel erg veel in. Ik graaf er nu als het ware een beetje in. Maar er komt niet echt iets uit. Even stoffen. Stof, 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 stof. Kom op jongens. Oh, ik heb het gevonden. Er is hier wat. Het lijkt alsof hier zoiets uitkomt. Een beestje of zo. Oh ja, bijna. Ja jongens, ik heb het bijna te pakken. Ja, ik heb het. Het is... Oh my god. Ik heb een freaking spinnetje eruit gekregen. Uit dit freaking ding. En er zit hier nog iets. Hier zo. Wacht, kan ik die pakken? Wacht, ik ga kijken of het kan. Huh, kom op. I need it. I need it in my life. Oh, zoveel stof. 6.5 hours later. Jongens, het is me gelukt. Ik heb een freaking schorpioen eruit gekregen. Al was het pittig moeilijk om het voor elkaar te krijgen. Want ik moest het ding namelijk echt breken met mijn handen. Terwijl normaal gesproken hoor je het met deze twee kleine dingetjes te doen. Nou ja, dat is niet helemaal gelukt. Maar ik heb een schorpioen en ik weet niet wat het andere ding is. Waar de hel is die? Oh, hier zit er nog een. Er zit hier nog een beest. Wacht. Oh my god, jongens. Ik heb een freaking spin en een schorpioen. Mijn hele freaking handen zitten onder de rotzooi. Mijn hele freaking keuken en woonkamer zitten onder de rotzooi. Dus ik hoop dat dit een like waard is. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios. Oh, het voelt alleen... Ah, het blijft ook niet... Ja, het blijft niet echt aan mijn handen. Ja, een beetje. Het blijft een beetje aan mijn handen plakken. Maar niet heel erg. Maar het voelt zo... Kan ik het misschien op mijn gezicht neerleggen? Oh, mijn hele gezicht is nu nat. Oh, ik durf het niet in mijn mond te noemen, jongens. Meestal eet ik altijd alles op voor de grap, maar hiermee ga ik dat niet proberen. Als jullie dit zouden ruiken, snappen jullie waarom. Oké, nog één keer. Oh, dit is zo raar. No, man. Fuck this shit. Ik ga dit terug doen in het potje. Ik laat dat bijna nog op de grond vallen. Oh, dat geluid ook. Niet zo lekker. Oké, jongens, we gaan door naar de tweede gadget. En wat de hel is dit? Dit is een bubbel yo-yo bal. En ik moet hem schijnbaar opblazen. Ik weet niet wat de bedoeling ervan is. We gaan hem openmaken, jongens. Een bubbel yo-yo bal. Nooit eerder van gehoord. Ik ben heel erg benieuwd of dit een beetje leuk is. Oké, wat je geloof ik letterlijk moet doen. Dus je moet hem... Oh, dit is hoe het werkt. Je moet hem gewoon om je middelvinger heen doen in dit geval. En vervolgens heb je een soort van... Een soort van... Als je het hard genoeg doet, een soort van yo-yo bal. Dit voelt meer als een soort van boksbal.
Maar, I don't know, er zit alleen iets bij. En ik heb geen idee waarvoor je dat kunt gebruiken. Een soort van stokje of zo. Ik weet niet, misschien kun je dat er doorheen doen. En dan kun je, ik heb geen idee. Maar ik denk dat het in eerste instantie op deze manier moet. En dan heb je gewoon een soort van yo-yo bal. Ik heb er nog nooit eerder van gehoord. Maar het is op zich wel leuk om te doen. Als je echt helemaal niks te doen hebt in ieder geval. Ik zou deze niet echt een goed cijfer geven. Deze is niet zo heel nice. En dat was misschien niet zo erg slim. Oké, jongens, volgende gadget. Ik heb...